Kerngezond TV is powered by Volta Limburg en Provincie Limburg. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf basisschool De Horizon, groep 6 in Zevenum. Hey! Zij mogen straks de challenge gaan doen. We hebben verder in deze uitzending de truc van de week. We hebben de jong leren eten tip van de week. We hebben de rebus. Maar we starten, zoals jullie van ons gewend zijn, met het kerngezonde nieuws van deze week. De kinderen van de basisscholen in Leverooi, Nederweert en Butschop gingen samen met cliënten van PSW op bezoek bij het Cita Verde College in Nederweert. Een groep studenten van het Cita Verde College organiseerde activiteiten bestaande uit een voedingsquiz, Oud-Hollandse Spelen en een beweegonderdeel. Het grote applaus voor deze Cita Verde leerlingen was volledig terecht. De kinderen van basisschool Busdal en de triolier uit Reuver gingen aan de slag met waterproefjes, beschikbaar gesteld door WML, uiteraard. Hoe werken watermoleculen? Wat is waterdruk? Hoe hard is water? En andere vraagstukken werden behandeld. Uiteraard werd er ook een heerlijk fruitwater gemaakt en gedronken. Proost! Ik ben Bo Piepers, ik ben 14 jaar oud, doe BMX, ben meervoud Nederlands kampioen en de truc van de week is een grote treppel springen. Ik ben er net over 3 bulten ingesprongen, die lagen 10 meter uit elkaar en ik ga nog een keer voor doen, dus kijk goed. Nu zijn jullie aan de beurt. Stuur je filmpje op naar Kerngezond TV. Succes! Welkom bij de Jong Leren Eten, de tip van de week. Vandaag gaan we een yoghurtsnack maken. Wat heb jij voor nodig? Yoghurt natuurlijk, een beetje amandel, blauwe bessen en frambozen en cakevormpjes. Je begint met de amandel in de yoghurt te doen. Dan doe je de bosbessen en de frambozen erbij. Dan ga je even roeren. Zo. Nu doe je de yoghurt met de bosbessen, de frambozen en de amandel in de cakevormpjes. Zo, ze hebben nu 4 uur in de vriezer gestaan. En ik zeg, eet smakelijk en dit was de Jong Leren Eten, de tip van de week. Tot de volgende keer. Doei! Heel lekker. Ja, en dan is het tijd voor onze challenge. En dat doen we met basisschool De Horizon, groep 6 uit Zevenum. Ja, Jules die gaat beginnen. Een kennisvraag, maar eerst natuurlijk het kaartje trekken, Jules. Welke vraag, welk onderwerp het gaat worden? Een sportvraag voor Jules. Kijken of we die hebben. Ja. Jules, komt ie, hè? Hoe wordt iemand genoemd die de sport judo beoefent? Hoe noem je iemand die judo doet? Judoka. Judoka zegt hij, helemaal goed. En 2 Jules Stenen extra verdient. Gaan we naar Nienke. Nienke, ook jij mag een kaartje trekken. Ja. Topografie. Topografie.
Zoek. Onderaan, uiteraard. Uiteraard onderaan. Komt ie, Anienke? In welke stad... Dat is wel een lastige vraag, dit. In welke stad ligt het Colosseum? Als je voor zegt, zeg het dan goed voor. Hè? Colosseum, dat klinkt buitenlands. Laat ik dat alvast een tipje geven. Rome? Zo, klein beetje hulp maar Rome is het goede antwoord. Twee joelstenen extra van 2 punten. Ik kom even achter je langs. Maud, jij gaat een behendigheidsspelletje doen. En jij mag een kaartje trekken. Op het randje. Zeg nog eens. Op het randje. Op het randje. Nou, dat gaan we even uitleggen. Ja, op het randje, dat betekent, Maud, dat jij ook al een klein beetje mag joelen. Je hebt 3 pogingen om 1 van de joelstenen, in ieder geval op de kerngezondsticker, als je hem maar aanraakt, te gooien. En dan verdien jij dus de 2 extra joelstenen. Ik zou zeggen, succes en moedig eraan. Maud. Maud. Oeh. Maud. Tweede poging is goed en jij verdient... De 3 en de 4 voor het joelspel daar. En dan schuif ik even voor je langs. Maud, dan ga ik naar Floor. Waar is Floor? Floor hier. Oh, hoeft niet. Floor, jij gaat nou een spelletje doen voor de joker. Voor 10 punten. 10 keer het aantal wat straks gegooid wordt. Je mag een kaartje trekken. Wat staat er? Oh, stuiterbal. Stuiterbal. Laat even kijken aan de camera. Stuiterbal. En dat kennen wij intussen. Let op. Floor, je hebt stuiterbal. Je moet dus proberen het pingpongballetje met 1, 2, 3 stuits. Het moet in ieder geval in het bakje terechtkomen. En je hebt 3 pogingen. Mag je gebruiken om de joker te winnen. Dus moedig Floor ook aan. Daar gaat ze. Floor! Oei! Bijna. Oeh, op het randje. Concentratie. Heel goed, meid. Toppie. De joker is binnen. We gaan fruitjoelen. Ja, en dan moet Luc het afmaken met het fruitjoelen. En Luc, wat hebben ze goed hun best gedaan voor je. 2 extra 1'tjes. 2 extra 2'tjes. 1 extra 3'tje. 1 extra 4'tje. En de joker. 10 punten extra. Het is aan jou, Luc. Niet zenuwachtig worden. Gewoon beginnen met de 1'tjes. Zoveel mogelijk punten achter elkaar gooien. Kom maar. Harder, hè? Denk eraan. Kijk, 2. Mooi applaus. 2 punten al. Oeh, die was goed, zeg. Dat maakt niet uit. Achterin gaat hij dadelijk wel een keer erin. 1 punt erbij. En dan gaan we met de 2'tjes gooien. 2 punten. Je moet iets meer naar achteren proberen. Daar zijn de meeste punten te halen. Kijk, jammer. Tussen die 2 rode door. Oeh. 4 punten erbij. En we gaan naar de 3'tjes. Nou zeg, 30 punten erbij. Ongelooflijk. Wat een gejuich. Ga door. Luc. Oh. 6 punten erbij. Luc is on fire. Oeh. We gaan naar de 4'tjes. Komt-ie? Oei! Hij ligt daar goed. Gaat hij er nog in? Nee! 12 punten en 8 punten erbij. Het gaat fantastisch, Luc. Nee! 8 punten. En... 8 punten erbij. En dan... Luc, het gaat al fantastisch. Alleen de joker, wat doe je? Yeah! Oh, inderdaad in de 10, maar niet met net de joker, maar met de 4. 40 punten erbij. Grandioos applaus voor Luc. De immens hoge score van 121 punten.
brengt groep 6 van basisschool De Horizon aan de top van het klassement, numero uno. Er komen nog 5 klassen aan bod. Volgende week is het de beurt aan basisschool De Mussenberg uit Horen. Spannend! De klas met op het einde de hoogste score wint een uitstapje naar Limburgs Uitje in Zevenum. Deze dag wordt afgesloten met een gezonde barbecue aangeboden door AZ Barbecue. Zometeen de uitslag van de Rebus uit aflevering 27, maar nu eerst een nieuwe Rebus. Kijk goed naar de plaatjes en de bijbehorende aanwijzingen. Weet jij het goede antwoord? Stuur dit samen met je naam, leeftijd en woonplaats naar het onderstaande e-mailadres of natuurlijk via de Kerngezond app. En dan nu de uitslag van de Rebus uit aflevering 27. Vervang bij het woord wesp de letters WE in een A. En verwijder bij het woord bergen de letters B en N. Voeg bij het woord ei de letter S toe en zet vervolgens het woord zoen erachter. Zet dit achter elkaar en het woord aspergeseizoen komt tevoorschijn. En de winnaar is Debbie Ebben uit Zevenum. Gefeliciteerd, Debbie! Ja, en met het fantastische optreden van Luc namens basisschool De Horizon in Zevenum... komen we aan het einde van deze Kerngezond TV. Denk nog even aan het insturen van het goede antwoord op de Rebus. Aan het gratis downloaden van onze Kerngezond app. En dan zou ik zeggen, tot de volgende week. Tot een nieuwe Kerngezond. Groeten uit Zeerum! Nee! Kerngezond TV is powered by Volta Limburg... Jong Leren Eten, Landal de Lommerbergen en Sicon Logistics.